Zeg maar, dat is. Oh, zeg, dat is ongelooflijk. Dat. Ho, ho, dat, ik had gevraagd om een keer op het grote scherm te mogen komen. Omdat je dus. Dat je dat dus van hier het veel beter allemaal kunt zien, hè? Hallo, kunt u er mee op zien? Ja! Hey, dat is ongelooflijk, hè? Zeg, dat is. En dat is techniek, hè? Hey, die kan mij horen ook, hè? Zeg, alles goed, Ginter boven, Ginter? Oh, dat zit hier goed. Dat zit hier hoor. Dat is dus de klas. Je moest een keer afkomen, hè? Ja, moet je dat doen om hem van plaats verwisselen? Goed, ik zie het hier niet. Ja, nou, van nu zie ik dat allemaal vier goed, hè? Dat is wel. Zeg, ik begon beginnen. Moet ik dat. Allee, jong. Goedenavond, dames en heren. We zijn er weer met een heleboel interessante gasten. We hebben een diep menselijke reportage klaarstaan van Paul Schampers. Er is ook een reportage van Camille Spieses om u tegen te zeggen. En we hebben een muzikale primeur. Straks meer daarover. We hebben ook weer imitatoren in de zaal en daarover straks ook iets meer. En toen we vroegen of er misschien mensen waren die goed kunnen imiteren, hadden we nooit durven denken dat u met zoveel zou antwoorden. En het waren er zoveel goeie dat we ze onmogelijk allemaal aan bod konden laten komen. Aan alle mensen die we niet hebben uitgenodigd, don't worry, be happy. We zien elkaar ongetwijfeld nog terug. Het is nu nog iets te vroeg om al over te schakelen naar Jimmy B. Maar we gaan het toch doen en we gaan eens kijken en we krijgen onmiddellijk te zien wat Jimmy daar allemaal aan het uitspoken is in Hollywood. Yes, Arnold. Yes, Arnold. Yes. Arnold Schwarzenegger.
Wie geht's? Alles goed, Arnold? Ja, zekerlijk. I do it the rest in English because my German is not so good. It's just like the Jean-Marie Pfaff. Yes. Yes. Yeah. I'm not listening. Maar zwak het toch een keer? Listen, Arnold, you are on Belgian TV now, live! Oké. Dat is Arnold Schwarzenegger. Je zult nog wel een keer tegen mijn gelee willen trekken. Wacht dan ook, hè? Ah ja, ik moest allemaal de groeten doen van Arnold. Ook aan u, hè, Chriske. En wat mij betreft, tot volgende week. Tot volgende week, Jimmy. Bye, bye. Bye. Ongelooflijk toch, die Jimmy B en Arnold Schwarzenegger. Goed, over naar onze imitatoren. En vandaag hebben we een aantal mensen die, en het doet me veel plezier, een populair man uit Vlaanderen imiteren. We gaan even kijken naar Steven van Voorden, Jonas van Tielen, Kathleen van Loveren en Walter van den Berg en Wim de Kranen. Hallo, ik ben Basis Pieters, de voorouder van Camille. Mijn hobby's zijn zo voorhistorische tomaten in de grond steken en er terug uithalen natuurlijk. Hè. Also, ik ben Aziz Pissens. Ik ben evenals een voorouder van Camille Pissens. En ik ben nog ouder dan Basis Pissens. En mijn hobby's zijn ook evenals prehistorische zelders in de grond steken. Hallo, ik ben Camilla Spiesjes, de zus van Camille Spiesjes. En ik ben vooral bezig in mijn cirkel, met mijn tomaatjes en zo, en mijn komkommerken en zo. Hallo, dokter. En ik ben Camille Spiesjes. Ik ben de broer van de Camille. En ik spit het in mijn hof. Mijn tomatenkast en zelders en parijen zo, hè. Ik zeg dat ze luisteren, Louis Spiesjes. Het is hier moeilijk, dus. Hé, wat doe ik? Ik weet de speren. Oh, ja, dat is goede peren, zeker. Oh, dat is goede peren. Dat is goede kwaliteit. Ik heb zo'n patat, hè? Dat is biologisch. Dat is goed. Ik heb genoeg gezien. Dat is goed. Misschien een applausje voor de ding. Oké, goed. Meneer Spiesjes, wat is uw opinie? Wel, luister, Chris, ik moet zeggen, ik ben aangenaam verrast. Ik zou dus willen overgaan, dus tot een korte beoordeling. Ik vind dus Steven en Jonas, ik heb die twee samengepakt, omdat ze het samen gedaan hebben. Ik vind, ik heb opgeschreven, luister, ik vind ze goed. En dan Kathleen, dus Kathleen, luister, voor een meisje te zijn, vind ik, dat ze tenslotte een man doet, vind ik ze. Ik vind ze goed. En dan Walter. Walter, nee, Walter vind ik. Ik vind hem goed. Maar als moest ik moeten kiezen, dan zou ik het niet weten wat ik moet kiezen. En dan de laatste, oh, Wim. Wim dus, de laatste. Wim, dat was ze meer. Dat was meer. Ik vond het meer goed. Allee, luister toch gewoon kort zijn. Dat vond ze goed. Ik zit te lachen. Oké, hartelijk dank Camille Spiesjes voor uw wijs inzicht. En dan is het nu echt de hoogste tijd voor de reportage van Paul Schampers. Kijkt u even mee.
Janken in Vlaanderen. Een vertrouwd beeld in het weinige groen dat we nog bezitten. Banken in Vlaanderen. We wandelen er voorbij of we gaan erop zitten. Maar wat brengen ze teweeg bij de modale Vlaming? Goedemorgen. Mag ik even iets vragen? Komt u regelmatig naar het park? Alle dagen. En al jaren. Gebeurt het dan ook wel eens dat u af en toe eens plaatsneemt op een bank? Ja, geregeld. Maar praktisch altijd op mijnzelfde bank daar. Ik ben 1943. Heeft u al vrienden gemaakt op een bank? Nee, nooit. Nooit. Waarom komt u op de bank zitten in het park? Meestal voor uitrust. Ook een beetje. Bent aan het uitrusten nu? Ja. Komt u regelmatig op een bank zitten in het park? Voorbij wandelen wel. Alle dagen. Ja, maar echt gaan zitten, niet direct? Niet direct, nee. Het is al eens gebeurd als het heel warm is. Dan zegt jij, ik zet mij even neer. En ik kijk eens even rond, links en rechts. Maar meestal zitten er, als het warm is, veel mensen op de banken, weet u. Goeiedag, meneer. Goeiedag, mag ik even iets vragen? Meneer, wil niet. Maar dat is de vier, hè? Ik kreeg hem nog halverwege een televisie mee. Komt u hier wel vaker? Dat is hier van de eerste oorlog. Van de eerste oorlog, hè? Dat is van de vierde oorlog. Dat is hier van de 20 kilometer rond Brussel. Gewoon in Brussel, hè? Dat is van de eerste oorlog. En als u hier dan komt, zit u dan altijd op deze, op dezelfde bank? Dat worden goede tussen bij oké. Okay. Ik ben dan niet willen zeggen dat we geen goede beem horen. Of ze moeten zijn dat ze zeggen. Hoe voelt deze bank precies aan? Ik bedoel, zit ze goed? Praat u er soms mee? Zit u er altijd alleen op? Wat betekent deze bank precies voor u? Wij huren het niet af. Van wat komen van ver, hè? Wij huren het en wij proberen nog te schieten, hè? En hoe lang dat ze de oorden hebben, dat goed, maar dat is zelf veel, hè? Dat veel die, hè? Met een boterham. Wat zou er gebeuren mocht deze bank verdwijnen? Zou u dat onzekerder maken? Vertelt u daar thuis soms over? Het is nog te vroeg om naar huis te gaan, hè? Dit is nog niet gereed, hè? We weer nog een pipje smoren, hè? De appel is nog niet rijp, tijd voor een pijpje. Moet ik je kunnen lachen, oké? Maries? Dat moet opstegen, hè? Oké, hartelijk bedankt meneer voor dit gesprek. Goeiedag nog. U zag het, banken in Vlaanderen. Eén ding is zeker, ze bestaan. Ze zijn de stille getuigen van lief en van leed. Ze staan er opdat wij zouden kunnen zitten. Volgende week ben ik er weer met een prangende reportage. Wat leeft er in Vlaanderen? Wat is er en waarom? Bedankt Paul. Goed, even tijd nu voor iets luchtigers. Na de kop, de benen. En wie weet er meer over de benen dan een verzorger van een wielrennersploeg. Dames en heren, graag uw applaus voor Arsène Noppe. Ik ben de troost van peloton, de toeverlaat van elk coureur. Ben hem de beste compagnon, want ik ben toch heel de soigneur. Coureurs, dat is een ras apart, want ze mankeren altijd iets. Maar ja, hun leven is wel hard, zelfs een gevoel doen ze op de fiets. Ik schrijf ze aan de benen, ik neem ze in hun boek. Rug en buik masseren voor lactas
Ik hou van rennersleven. Ik ben zot van coureurs. Knijpen, wringen, wrijven. Ik had geen zins van uur. Ik hou van rennersleven. Ik kip op dan verguur. Knijpen, wringen, wrijven. In hart en zins van uur. Iedere kwal ik reeds geacht. Van al gesoigneerd, wippels van onderen op een gat, en af en toe zelfs is een zweer. Maar meestal bras ik met een knie, want onze renners zijn scharnier. Zijn ook veel last van jaloezie, want ja, een vrouwke zijn hier niet. Ik wrijf ze aan de benen. Ik neem ze in hun koel. Rug en buik masseren, voilà, dat is mijn beroep. Ik hou van rennersleven, ik ben zot van coureurs. Knijpen, wringen, wrijven, in hart en ziel soigneur. Ik hou van rennersleven, ik kijk op kampvergeur. Bedankt, Arsène Noppen. Hebt u ooit al eens een pakje verstuurd met een koerier, dames en heren? Ja, wat gebeurt er dan met dat pakje? Wie bezorgt het en komt het echt wel terecht? Dames en heren, Camille Spiesens. Tu as des problèmes? I can help. I can help. I can help. Camille can help. Oh, let me help. I can help. Let me help. Allee, Philip. Het is tof dat het pakje erbij is. Want het moet het van beoorlijk ver komen, hè. Dat ik een pakje... Oesje. Van dus hier, over de Atlantische Oceaan, komt het dus van Massachusetts, Verenigde Staten, en moet het nu, park in Rijn, naar Schilde, hier, Schilde, Belgium. Dus, allee jongens, zoek, kom, laat het vooruit gaan. Ik zeg, time is money, hè. En ze zitten erop te wachten, hè. Bedankt, bedankt. Ja, het is in orde, hè. Het is goed. Dat is een soort van die mensen weten dat ze terugkomen. Het moet het hier bestellen. Nee. Doe niet allemaal lekker dat het luchtruim eigendom van ons is. Excuseer me, de Bosweg in Schilde. Oei, oei, ze zijn heel gans verkeerd gereden. Ja? Je moet hier dus aan gans de baan terugkeren. Wat ik had opgeschreven, ze kon je niet. Ja. Dus terug links hier. Terug hier links. Ja. Op het einde van het kruispunt, ja, is er een benzinestation. Ja. Daar moet je rechtsaf slaan. Rechtsaf, ja. En daar volgt je de baan even. Ja. De tram loopt daarnaast. Juist. En omdat een tram naar rechts rijdt, naar rechts, moet jij naar links afslaan. Ah, ik naar links. Dat is heel goed. Oké, hartelijke dank meneer. Tot ziens, geen dag. Rustig, hoor, rustig. Ja, kom maar. Kom direct, hè. Oesje, hoor, mijn, hé, mijn dusken. Mijn dusken. Oesje. Oei, ik moet langs Schinder. Ik sta verkeerd voorgesorteerd. Ik zou links moeten gestaan. Excuseer, meneer. Excuseer. Ik sta verkeerd voorgesorteerd. Ik zou naar links moeten. Is het mogelijk dat ik een keer even voor steek, alstublieft? Ah, ja.
Ik heb zo ook een schrijnwerker gekend, die was dus ook al zijn vingers kwijt en dat is heel moeilijk om te sturen. Hartelijk dank, meneer. We zijn nog vriendelijke mensen op de werk. Zeg, maak dit keer uit de voeten, kom. Allee, kom, ik moet hier een beetje spieten. Allee, zet ik er een beetje opzij. Toe, ga ik er een beetje... Allee, vooruit, kom maar, kom maar. Ga ik er een beetje opzij. Wat voor dikke tak. Ik die uren de tijd zullen. Meneer. Meneer. Excuseer meneer, kunt jij mij soms de weg wijzen of tonen tegelijk naar de postweg en schilden? Nee, kan dit niet. Kunt u mij dan misschien vertellen hoe dat ik terug op de grote weg terechtkom? Hé, zeg even, ik hier als je wist te verkopen, pas op. Hé, hey, ik heb ook nog gebokst, hé. Dat is van eerste van die. Hoesje. Meneer. Ik ga vlug een ambiance bellen. Ik kwestie van die man toch een klein beetje te kunnen reanimeren. Dat helpt ook meestal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, rustig, 8, 9, braaf, braaf. Oei, wat is dat hier? Kijk door, zeg. Oei, dit is duidelijk iets niet in orde, zeg. Wat is dat hier? Hier, niks schil. Ja, oké. Okay. Gewoon even goed uit de sleuvel, hè. Het is zo klein geschreven, hè? Ah, Bosweg. De Bosweg. Ah, voilà, kijk, hè. Uiteindelijk dan toch nog gevonden. En eigenlijk nog vrij rap, hè. Vrij snel, hè. Hier is de nummer staat op de deur. Ah, dit is het. Voilà. Dat is niet vergeten. Ja, goeiedag, madame. Goeiedag. Jij vraagt u waarschijnlijk af wat dat ik hier momenteel bij u kom doen. Ja. Wel, luister, normaal was het dus zo dat mijn vriend Manu hier ging komen. Maar omdat dus Manu is momenteel zijn dak aan het herstellen. En vandaar dat hij dus gevraagd heeft of ik hem even uit de nood wou helpen. Om dus een stek te doen. Vandaar dus dat het tijdig en op tijd en stond gearriveerd is, waarbij ik het u dus bij deze nu overhandig, alsjeblieft. En u is dat nu, hè. Bedankt, maar... Graag gedaan. Dat klopt iets niet. Hoe dat, hè? Dat pakje, dat is niet voor hier. Dat is voor die mensen van hiernaast. Oh, maar dan zal ik u naast bellen, niet meer. Die zijn gistermorgen verhuisd. Verhuisd? Naar waar? Ja, naar Amerika. Naar Amerika? Ja. In Amerika. Bedankt, meneer Spieses. En voor ons zit het er weer al op, maar niet getreurd. Volgende week zijn we er weer met nog veel meer. Bedankt voor het kijken en graag tot dan. Dag. We are the champions, we are the champions. Olé, olé, olé. Voilà, hier is het. Het is hier weer een keer gedaan, zeg. Oh.
Typisch Chris, met de medewerking van Meubelux, de weg naar een nieuwe woonwereld.